Goedemorgen, ik heb de ochtend heerlijk in bed doorgebracht met Prince Charming, laatste aflevering. Dus nu ben ik helemaal blij. Ik ga zo naar de logopedist en daar moest ik dus even een filmpje voor opnemen dat ik aan het schreeuwen was. Want als ik ga schreeuwen met acteren, dan krijg ik dus last van mijn keel en dat is niet de bedoeling. Dus waarschijnlijk moet ik gewoon anders gaan ademen. Maar ik moest dus nu, ze vroegen of ik een filmpje wilde maken dat ik dus een scène had waarin ik dus mijn stem moest verheffen. Dus dat ging ik net maken met Max. En ja, ik moest er eventjes in komen, laat ik het zo zeggen. Kijk maar. Je bent gewoon fucking gestoord en je bent aan het winnen, godverdomme. Sorry, ik kan... Omdat we echt vallen in een super intense scène waarin, van Marriage Story trouwens, wat echt een dikke tip is qua film, staat gewoon op Netflix. Briljant is die film. Maar het is zo'n heftige scène en we gingen daar eventjes zo koud in, dus dat werkt daar niet helemaal. Maar goed. Jongens, ik heb een spijkerbroek aan, wat vinden jullie ervan? Even eerst maar wat ontbijten om de dag goed te beginnen. Want het ontbijt is het belangrijkste ontbijtmaaltijd van de dag. Wat overigens ook echt gewoon natuurlijk een leugen is. Iedere maaltijd is de belangrijkste van de dag. Hallo lieve mensen. Vandaag even geen vlog, maar een stukje speciale, uber speciale content. Die ik waarschijnlijk ook weer binnen een paar dagen ga verwijderen. Maar het leek me leuk om jullie een exclusief kijkje te geven in mijn boek. Of eigenlijk niet een kijkje, maar een luistertje. Mocht je het nog niet weten, ik ben bijna klaar met het schrijven van mijn boek Dit gebeurt er als je duurzaam gaat leven. Die komt 13 april uit. En dit boek gaat over alle vragen, opmerkingen en misvattingen die je krijgt als je begint met een beetje duurzamer leven. Dus vragen als... Nou, je hebt toch vlees nodig om gezond te zijn? Of de opwarming van de aarde komt toch helemaal niet door de mensen? Of tweedehands kleding is toch hartstikke vies? Het boek is heel praktisch, dus wat je zelf allemaal kunt doen rondom een beetje duurzamer leven. Informatief, maar ook dus echt gaat het vooral over hoe je de gesprekken kunt voeren met mensen. In je omgeving, op kantoor, op een verjaardag, wat dan ook. Het leek me leuk om een klein stukje voor te lezen uit het boek. En dit stuk is een soort, ja, een stukje levensverhaal voordat het boek eigenlijk echt begint. Dus ik zou zeggen, ga lekker zitten. Dit wordt meer een soort van podcast dan echt video dus. Pak een kopje thee. Leg je telefoon of computer naast je neer en ga er lekker voor zitten. Zei ik dat net al? Laat het over je heen komen. Ik doe braaf mijn best en alles moet altijd beter. Ik ben nu 32 jaar, maar heb al 8 verschillende carrières achter de rug, 16 verschillende beroepen uitgevoerd, maar bij alle banen een tevreden baas. Toen ik amper 14 was, deed ik de administratie bij een bedrijf en belde ik met heel Europa over facturen. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Een mooie quote van Pippi Langkous, slimme meid, en het was zeker ook mijn motto. Toen ik 10 was, werd ik van de ene op de andere dag vegetariër. Deels om cool en anders te zijn. Deels omdat ik het eigenlijk stom vond om diertjes te eten. Maar vooral ook omdat ik vond dat ik mijn best moest doen zo goed mogelijk te leven. Toen ik student werd, verwaterde dat weer. Te druk met mijn best doen voor vrienden en school. Maar een paar jaar terug kwam ik weer filmpjes en boeken tegen over dierenleed en over de impact die we hebben op de wereld. Het geluid dat een varkentje maakt als hij in een gaskamer staat en een halve minuut extreme angst, pijn en ademnood heeft. De kreet van een moederkoe als haar kalfje naar de bevalling wordt weggetrokken. Dit wakkerde in mij een ongekend vuur aan. Urgentie! Iedere seconde deed me pijn. Elke minuut dat je dit boek zit te lezen, worden er 1000 dieren geslacht. Alleen nog maar in Nederland. Ik moest dus ook weer mijn uiterste best doen om hiermee te helpen. Inmiddels is het 2018 en ben ik al even YouTuber, content creator of, als je die term onduidelijk vindt, influencer. Ik zit midden in de transitie om groener te leven. Ik voel een enorme druk om het perfecte voorbeeld te geven voor de mensen die mij volgen.
Want wie ben ik om te praten over duurzaam leven als ik zelf niet alles doe wat ik kan? Ik moet eigenlijk zero waste leven, volledig vegan zijn, mag geen kleding kopen, geen avocado meer eten. Doe ik het wel, dan voel ik me schuldig. Oh ja, en de video's die ik maak moeten ook heel grappig zijn, maar ook heel goed in elkaar zitten en natuurlijk van hoge kwaliteit zijn. 2,5 jaar upload ik elke week een video. Een video waar ik eigenlijk gemiddeld 2 weken aan werk in heb zitten. Want ik doe zelf de research, schrijf de hele video uit, bereid interviews met experts voor, film alles zelf en edit alles zelf. Ik denk weer net als Peppy. Ik heb nog nooit een camera in mijn hand gehad, maar dat geeft niets. Ik moet dit kunnen. Ook moet ik natuurlijk mijn best doen om volgers te krijgen en te behouden. Op een gegeven moment kreeg ik meer dan 100.000 volgers en dus zit mijn inbox elke dag vol met merken die willen samenwerken, studenten en media die interviews willen doen en mensen die mij willen helpen met editen. Te gek natuurlijk, maar dat sla ik af, want het voelt alsof ik dan de verbinding met mijn video's ga verliezen. Mijn Instagram inbox stroomt trouwens ook vol. Elke dag krijg ik persoonlijke berichten van volgers die zeggen dat ze door mij, minder vlees zijn gaan eten. Dat ze bewuster koken om voedselverspilling tegen te gaan. Dat ze nu een linnen tas meenemen naar de supermarkt in plaats van steeds een plastic tas. Yes, dit is waar ik het voor doe. Dit geeft me zoveel voldoening. En toch denk ik ook, het zijn maar duizenden berichten die je krijgt. We hebben 17 miljoen mensen in Nederland. Er is nog zo'n lange weg te gaan. En dan al die andere landen nog. Wat ik teweeg breng is minuscuul. Zo nu en dan moet ik huilen. Dat komt vast door die slapeloze nachten. Vriend Max stelt voor om een keer een weekje geen video up te loaden. Dat is echt niet het einde van de wereld. Kom op Marije, maakt echt niet uit. Maar ik wil het niet. Ik kan het niet. Ik kan niet uploaden. Op een dag ben ik een video aan het schieten voor mijn YouTube kanaal. Een betaalde samenwerking met een tof bedrijf. Ik zit in een prachtig historisch pand in Hartje Amsterdam. Zoveel luxe heb je nog nooit gezien. Dit appartement heeft een eigen lift. De koelkast is tot aan de nok toe gevuld met lekker eten. Het ruikt er naar verse was en geld. Ik mag daar overnachten om een video op te nemen en krijg er nog dik voor betaald ook. Super trots voel ik me. Dit heb ik bereikt. Ik met mijn kleine cameraatje die op een dag bedacht dat ze video's wil gaan maken en nu belangrijk genoeg is voor dit internationale topbedrijf. Maar we zijn aan het filmen en uit het niets stromen de tranen over mijn wangen. Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik voel me leeg. Ik heb een knoop in mijn maag. Ik voel me ronduit kloten. Er drukt iets heel hard op mijn borst en ik heb geen idee wat het is. Mijn hart lijkt wel in zijn eentje in een discotheek te staan. Alles bonkt. Mijn lichaam zet fysiek de rem erop en ik wil alleen nog maar naar bed en huilen en alleen zijn. Max kijkt me aan en ik kan alleen maar roepen, ik weet niet waarom ik moet huilen. Met natte wangen blijkt het toch lastig blije video's te maken, dus ik besloot een vakantie in te lassen. Die vakantieweken werden maanden, want ik was fysiek niet in staat iets te doen. Hartkloppingen, hoofdpijn en zodra ik achter een computer stapte, moest ik huilen. En dus heb ik wekenlang alleen boeken gelezen en gewandeld. Langzaam kon ik weer luisteren naar wat mijn lichaam zei, in plaats van wat mijn hoofd zei. De stemmen die constant liepen te schreeuwen, ze gingen eindelijk wat zachter praten. Vanwege de fysieke klachten werd ik gedwongen om op allerlei vlakken de touwtjes te laten vieren. Ik merkte dat op het moment dat ik stopte met van mezelf veganistisch te moeten eten, ik veel meer vegan ging eten en met nog veel meer genot. Op het moment dat ik niet meer plasticvrij moest leven van mezelf, ging ik eigenlijk veel minder plastic verbruiken. En op het moment dat ik stopte met mezelf een shopverbod op te leggen, ging ik eigenlijk veel minder shoppen. Kortom, op het moment dat ik niet meer mijn best moest doen, werd mijn leven leuker, makkelijker en eigenlijk ook succesvoller. We zijn zo gewend om in zwart-wit te denken. Als iemand zegt, ik ga meer vegan eten, zeggen we dat ze dan eigenlijk ook moeten stoppen met leerdragen, niet meer mogen vliegen en zero waste moeten leven. Maar de buitenwereld bepaalt niet hoe het hoort. Je moet naar jezelf luisteren. Inmiddels deel ik dus vooral mijn proces naar een steeds duurzamer leven. Laat ik zien waar ik tegenaan loop of wat ik ontdek.
Echte verbinding maak je door je kwetsbaarheid te tonen, niet door het perfecte voorbeeld te geven. De mensen die me volgen kunnen zichzelf herkennen in mij en de stap om ook iets bewuster te leven wordt er veel minder groot en onbereikbaar door. We hebben meer aan 10 vegetariërs dan 1 hardcore vegan. De wereld heeft meer aan 100 mensen die even nadenken over hun consumptiegedrag dan 10 zero wasters. En het klimaat heeft meer aan 1000 mensen die iets minder vliegen dan 100 man die nooit meer vliegt. Ik ben gestopt met mijn best doen. De overtuiging waar ik mijn hele leven op heb gebouwd. Nu doe ik waar ik me op een natuurlijke wijze naartoe voel bewegen. En dat brengt me veel, veel verder. Zonder al te vaak te hoeven vliegen. Voilà, dat was het verhaal. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie hiervan vonden. Dit kleine inkijkje in mijn boek. Wat ik al zei, ik denk dat ik deze video dus snel online ga halen. Want ik wil het een beetje exclusief houden. En je kunt het natuurlijk altijd nalezen als mijn boek eenmaal uit is. Ben je geïnteresseerd, dan kan je dit boek natuurlijk al pre-orderen. Dat zou ik te gek vinden. Dat helpt mij ook ontzettend. Kijk daarvoor even in de link in de videobeschrijving of in de comments. En laat me even weten als je dit hebt gedaan. Dan stuur ik je heel veel hartjes en virtuele kusjes door. Bedankt voor het kijken en ik zie je morgen weer in een normale vlog. Muah.